we zijn vandaag voor het eerst met de Pipistrel op Schiphol geland. Ik denk zelfs dat het de eerste keer is dat zo'n elektrisch vliegtuig op een grote internationale luchthaven is geland. Nou, het allerbijzonderste aan dit vliegtuig is natuurlijk de aandrijflijnen, waar de energie vandaan komt. Dus de accu's die erin zitten en de elektromotor. Dus dat er geen uitstoot is, hè? Dus dat die opgeladen wordt met groene stroom en dat je dan emissieloos vliegt. Welkom op de nieuwe M-corridor. De plantenbakken die zijn gemaakt van oude informatiebalies die ook van Schiphol komen en gemaakt van een oude Boeing 747. Schiphol heeft twee duurzaamheidsdoelen in 2030. Zero emission en zero waste. Daar hebben we bij dit project juist heel erg naar gekeken, want zero waste is dat je geen afval hebt. Hartstikke mooi en een compleet pakket om de duurzaamheidsgedachte van Schiphol te laten zien. Op dit moment zijn wij bezig op Schiphol met een proef met een zelfrijdend bagagevoertuig, zoals je hier kan zien. Hij verschilt niet heel erg van een normaal bagagevoertuig, buiten het feit omdat deze is uitgerust met geavanceerde technologie, waardoor het zelf kan rijden. Nou, op Schiphol voorzien we dat in 2050 onze airside-operatie er anders uit gaat zien. Wij werken toe naar een schonere, slimmere en autonome airside-operatie. En dit zelfrijdend voertuig is daar het eerste voorbeeld van. Om meer te weten over de luchtkwaliteit heeft Schiphol aan TNO gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijnstof op het Schipholterrein. Schiphol onderneemt al langer actie om de uitstoot op en rondom de luchthaven te verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En zal daar komende tijd ook hard aan verder werken. Zo zijn er al veel voertuigen op en rond de luchthaven elektrisch en wordt dit aantal alleen maar groter. We doen proeven met duurzaam taxiën waarbij vliegtuigen naar de startbaan worden gesleept. Daardoor kunnen ze hun motoren aanzetten verder van de platformen. En we proberen vliegtuigen zoveel mogelijk te voorzien van een walstroom of aan te sluiten aan EGPU's. Verder zijn we bezig met de introductie van duurzame vliegtuigbrandstoffen. We staan hier op het nieuwe viaduct van de nieuwe rijbaan Quebec. Daar stonden een aantal loodsen, logistieke gebouwen. Die hebben wij circulair gesloopt. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk onderdelen die vrijkwamen weer hergebruikt zijn. Onder andere de dakbedekking die is verwerkt en die is weer in het asfalt van Rotterdam, die Heek Airport, gebruikt. En we hebben voor onszelf ook een deel apart gehouden, omdat we later een nieuwe doorlaadpost gaan bouwen. En die zal ook voor een belangrijk deel uit hergebruikte materialen uit ons eigen project gaan bestaan.